Kader Shafik presenteerde donderdag 20 juni zijn bundel columns en verhalen Weg naar je eigen land in de bibliotheek de Marienburg. Shafik vluchtte in 1994 op zijn 25ste naar Nederland. Aan de hand van dagelijkse gebeurtenissen beschrijft hij hoe hij als voormalig vluchteling zijn nieuwe omgeving verkent. Het eerste exemplaar overhandigde Shafik aan Jeannette Heikens, die hem bij aankomst in Nijmegen onder haar hoede nam. Wethouder Bert Veldhuis was ook bij de gelegenheid aanwezig. De presentatie werd geopend met een muzikale omlijsting van vriend en violist Johnny Rahaket. In de bundel Weg naar je eigen land staan verhalen en columns. Columns die ik afgelopen jaren in Nijmeegse wijkbladen en Gelderlander heb geschreven. Maar er zijn ook columns of overwegingen die ik in verschillende geledingen heb gesproken. Ja, ik ben afgelopen april was ik 25 jaar in Nijmegen. Dus ik ben een Nijmegenaar die 25 jaar hier in Nijmegen woont. Ik dacht, dat ga ik wel vieren door het uitbrengen van een essay. Een autobiografische essay over mijn leven in Nederland. Want ik ben 25 jaar geleden als vluchteling, als asielzoeker in Nijmegen gekomen. De essay was nog niet gereed. Toen dacht ik, ja, ik kan ook mijn columns en verhalen bundelen. En daarmee kan ik ook mijn liefde verklaren aan de stad waar ik mijn leven teruggevonden heb. Nijmegen is gewoon mijn thuisstad. En ik merk dat er behoefte is aan verhalen. Want verhalen brengen mensen bij elkaar. Dus verhalen hebben we nodig om tot elkaar te komen. Want wij delen één samenleving. En mijn kritiek is dat heel vaak beleid of uitvoering daarvan zijn niet lange termijn. Hè. Ze kijken niet naar wat is het algemeen belang op lange termijn. Hè. De kinderen die in Nijmeegse wijken groeien, of ze zwart zijn of ze wit zijn, welke achtergrond ze ook hebben, zij vormen allemaal de toekomst van Nijmegen. Hè. Dus hoe zorg je ervoor dat er verbinding is, dat er insluiting is in plaats van polarisatie. En daar gaan ook mijn verhalen soms daarover. Je kunt gewoon best wel Nederlander zijn en Nijmegenaar zijn, met welke achtergrond dan ook. Meer samen, niet naast elkaar, niet langs elkaar, maar samen met elkaar aan één samenleving werken.